Je was een early adapter. Ja, moet je eerlijk zijn, in de sportwereld. Iedereen kende je inderdaad van Milan Lab. Allee, dat was toch 20 jaar geleden, want niemand beseft dat. Wat was toen Milan Lab? Wel, het was eigenlijk, we hebben dat begonnen omdat we moeilijkheden hadden met bepaalde spelers, dat we eigenlijk niet begrepen waarom dat ze niet goed presteerden. In de standen dat de normale testen allemaal uitstekend waren. En we hebben eigenlijk de filosofie van chiropractiek geappliqueerd. Dus zeggen, we hebben gezegd, luister, we gaan alles meten wat dat meetbaar is voor het ogenblik. Zowel in de structurele gedeelte, dus de wervelkolom, de voeten, de knieën, de stomatognatisch gedeelte, de cranium enzovoort. We gaan alles meten wat dat betreft het chemische gedeelte, dus testen doen, R-testen, testen op gedurende 6 jaar, ik geloof in totaal 540 atleten gemeten om de 15 dagen met volledige batterij testen en ook het psychologisch gedeelte. Met biofeedback, neurofeedback enzovoort. Oké, we hadden 2 klinische psychologen die dus met ons te samenwerkten. Dan hebben we proberen die data te correleren om te zien of dat er iemand begon een afwijking te hebben van his normal, van hetgeen dat hij normaal moest doen. Dus eerder van iets te meten achter dat er iets gebeurd was, hebben we gezegd, luister, laat ons ze meten wanneer dat ze zogezegd hier goed zijn. En dan zien wat dat er gebeurt als er wat dat kan leiden tot een injury, noemt dat? Een lesser, ja, oké. Dus eigenlijk als het begrijpen was preventieve geneeskunde afwaardig. Absoluut, ja, want iedereen heeft zijn mond vol van preventie, maar in de grond, als je er goed over nadenkt, hoe doet het dat eigenlijk? Ja. Dus we hebben eigenlijk daar een jaar over zitten spreken met mensen die daar veel meer van kennen dan ik. Om te zien wat dat er eigenlijk best gemeten wordt, op welke manier. We hadden enorm veel data, maar we hadden geen letsels of veel minder letsels in de grond om het systeem, om die algoritmes te kunnen te doen werken. We hadden de data nodig die binnenkwamen, maar ook als er een letsel gebeurde, dan konden we alleen na ongeveer 2 jaar beginnen inzien wat dat de leidende omstandigheden waren die tot een letsel konden leiden, ik ga het zo zeggen. Ja. Okay. En dat was onder andere vermoeidheid. Hè? Vermoeidheid was veel factoren die ermee te zien hebben. Veel meer dan ik dacht. Vermoeidheid was één natuurlijk, maar ook psychologische vermoeidheid, fysisch soms. Eigenlijk veel minder dan die andere. Het was meer belangrijk van het psychologisch gedeelte en fysiologisch natuurlijk ook. Maar ook, niet vergeten, en gekoppeld aan het resultaat. Want op dat moment mag gezegd worden eigenlijk wel. Milan won alles. De spelers, gaat de oudste kern en de meest fitte kern ter wereld. Ik dat was daar eigenlijk niet zo wel, want ik dacht dat dan ben ik verkeerd. Nee, ik ben niet verkeerd. Maar ja, veel jongens die gespeeld hebben tot 40, 41 jaar op hoog niveau en dan ondertussen nog aan het winnen waren. Dat is wel goed. Er waren veel jongens die afgeschreven waren als ze 30, 32 waren, die dan gespeeld hebben totdat ze 40, 41 waren, 38, 30, 39. Bepaalde spelers. Hebben eigenlijk een enorm vooruitgang gemaakt en de beste jaren gehad als ze 6, 37 waren. Ja. Kunt u zeggen, om Milan Lab was niet alleen het idee op zich en de uitvoering van het idee, maar heeft u kunnen zeggen, dat heeft veel anderen in de sportwereld, veel mensen geïnspireerd om... Wel, ik denk van wel, want er zijn er veel die dus ook begonnen hebben, dus Juventus Lab, ze hebben allemaal een beetje een ander lab gedaan. Ja. De moeilijkheid is natuurlijk van al, die data te correleren tussen elkaar. En ik moet zeggen dat ik veel hulp had van bijvoorbeeld Microsoft, die meegeholpen heeft. Dan de Universiteit van Leuven, onder andere. De Universiteit van MIT van Boston. We hebben veel medewerking gehad van. Ja, eigenlijk ja.